welkom allemaal bij ons volgende proefje. Want ik heb weer een proefje van een leerling gevonden. Ja, echt in het boek van de experimentele keuken. Precies. En we gaan weer onconventioneel koken. Wat was dat ook alweer? Onconventioneel koken is wanneer je gaat koken zonder een gasfornuis. Dus met apparaten die eigenlijk niet gebruikt worden om te koken. Maar wij gebruiken wel een magnetron. Maar je kan bijvoorbeeld ook met een föhn of met een steltang. Wij gaan met een magnetron een cakeje maken. Een chocoladecake. En als je een cake denkt, dan denk je eigenlijk aan, daar heb je een oven nodig. Oven, yes. Oké. Okay. Wat hebben we nodig? 1 koffiemok. Heel gezellig vind ik dit. Check. Kijk, zo leuk. Belgrado. We hebben 1 eetlepel nodig. Of 2 of 3. Oh ja, dat is dus een grote lepel, ja, hè? Een dus eetlepel. Geen kleine. Ja. 1 ei. Nou, we hebben er 10. Oh, top. Dus we kunnen heel veel proberen. We hebben nodig een pot chocoladepasta. Heeft ook iedereen wel in huis, denk ik. Top. Lekker. Ja. En we hebben bloem nodig. Nou, toevallig hebben we dat ook in huis. Yes! Op school, bedoel ik. Heel fijn. Yes. En een magnetron, en die hebben we. Ja. Ja. En dit gerecht komt van Zion, want Zion zit ook op Kindcentrum Catharina en hij zit ook in het Denklab. Juist. En we gaan dus vandaag jouw recept uitproberen. Oké, okay. Ik denk dat het handig is om eerst het ei erin te doen. Oké, okay. Dat doe ik dan ondertussen eventjes. Oké. Okay. Oké, okay. Dan doen we er vervolgens... We hebben wel onze handen natuurlijk gewassen, hè? Dat zeker, voor de tijd... 30 seconden je handen wassen. Yes. Oké, okay. We doen er iets bloem bij. Nog een schep? Ja, doe maar 2 schepjes. Oké, okay, dus wij doen 2 schepjes. Oké, okay. Yes. Nou doen we er chocoladepasta bij. Oké, okay, gewoon lekker veel. Ja, we vonden het lekker een lava cake. Ja, precies. Oké. Okay. Zo. Ja, en dan? Roeren. Roeren. Nou, ik zag mezelf net terug op camera, gisteren. Ja. En eigenlijk hoop ik dat dit een beetje mislukt. Want ik ben dus in het echt wel echt 10 kilo slanker. Voor iedereen die dat niet weet. Dus ik hoop eigenlijk dat het mislukt, want dan hoef ik hem ook niet op te eten. Maar meestal Leon zit al de hele dag zeuren dat hij zin heeft in chocola. De hele dag al. Oké, okay, het is een beetje plakkerig nog. Oké, okay, maar ja, dat blijft. Kijk even mee. Het is dus nu niet echt een goed gemengd nog. Dus misschien moeten we iets meer bloem erbij doen. Iets meer bloem. Okay. We doen nog 1 lepel bloem erbij. Yes, 1 eetlepel bloem erbij. 1 eetlepel bloem. Kijk, het blijft natuurlijk ook gewoon experimenteel koken. Dus. Oké. Oh, wacht eens even. Ja. Oké. Okay. Ik denk, kijk, want nu zie je al. Mooi gemengd, hè? Veel meer een beslagje wordt. Oh ja. Ja, ja. Kijk ja. Maar. Oké. Okay. Nou, zullen we het in de magnetron doen? Ja, hoe lang? Heeft ze het opgeschreven? Nee, het staat er niet bij. Maar dit is heel fijn voor ons, want we kunnen het lekker uitproberen. Yes. Laten we het eerst 30 seconden doen? Ja. We gaan het eerst 30 seconden in de oven doen. Yes, kijk wat er gebeurt. Oké. Okay. Pas de afstand. Alles ja, dat gaat wel. Als dit lekker is, ga ik eerst eten en dan de afwas. Is er al iets veranderd? Oh. Het heeft wel belletjes gekregen. Ik kan het wel laten zien, maar ik denk dat we het snel weer in de oven moeten doen en nog even 30 seconden. Zullen we niet een minuutje doen? Oké, okay, we doen een minuut. 30 minuten, 30 seconden en nu een minuut. 60 seconden. Ja, maar nu zit het een minuut in, dus dan is het 30, 30, 30, ja. 3 keer 30,
Dat is 90 seconden. 90 seconden. Ja. 3 keer 3 is 9. 3 keer 30 is 10 keer zoveel. 90. Dus 90. Ook wel anderhalve minuut genoemd. Exact. Oké. Nou, staan we weer, hè? Nou. Het is wel een beetje ongezellig zo in de school, hè? Zo leeg, hè? Is niemand? Ja. Je mag dit scrollen. Moet eruit. Oh. Nou, wacht dan even hoor. Wat is hier gebeurd? Laat eens zien aan de kijkers. Wauw, kijk. Het is helemaal een... Oh, het is heel warm. Dus pas op, want het is echt heel erg heet. Het is... Ik ga nog even een lepeltje pakken. Ja, maar het is echt... Het kwam helemaal... Het kwam tot hier. Het kwam echt helemaal omhoog. Het stort nu al langs... Ja hoor. Oh, kijk nou. Doe eens even. Het is echt heel erg net als cake. Het is heel bouncy. Oh, wauw. Heb je maar één lepel? Ik wil nog eventjes niet proeven. Nou, ik ga dit echt wel proeven. Proef het. Het is heel warm. Nou. En? Het is gewoon echt een chocoladecakeje. Oh. Wauw. Wow. Ja, ik zeg, allemaal thuis proberen. Iedereen heeft chocopas in huis, eieren, een beetje bloem. Het nou, is gewoon lekker. Het is echt heel lekker. Sorry, ik heb mijn mond nog vol. Do try this at home. Yes. Echt, het is heel erg lekker. Wij gaan nog even genieten. Nou, ga ik toch weer dikker worden. Okay. Tot de volgende. Dag. Wat is het?